En welkom opnieuw vanuit Hoogstraten, waar de mensen verkleumd staan te kijken. Maar thuis is iemand heel gelukkig met de Ridley-fiets. Dat is Vincent van Dender uit Sint-Katelijne-Waver. Hij wint dus die Ridley-fiets. En de cheque van het landbouwkrediet is voor Martin Verbrugge uit Landegem. Proficiat. Nog eens zeggen, ook die cheque kan van u zijn. En de fiets, wanneer u het woord bike of het woord cash sms naar 6654. Goed, aandacht voor de koers dan. Hier staan ze, de vestjes gaan uit zo laat mogelijk. En dat is belangrijk, want het is beren koud. De zon is er in de voormiddag heel eventjes doorgekomen hier in Hoogstraten. Maar ondertussen zit de zon weer verscholen achter de wolken en het is hier meer dan fris. Ook Stibar doet zijn vest uit en hij mag tevreden zijn. In de ploeg mogen ze alleszins al tevreden zijn, want Omega Pharma Quickstep, ze hebben vandaag een rit gewonnen in de ronde van Qatar met Tom Bonen. En ook in de Challenge Mallorca hebben ze de eerste wedstrijd gewonnen, de Trofeo Palma. Daar heeft Andy Fenn van dezelfde ploeg ook gewonnen. Feest dus bij Omega Pharma Quickstep. Zien of dat ook vandaag zo is. Alleszins, Stibar heeft gisteren in Lille al laten zien dat hij toch opnieuw de goede benen te pakken heeft. En het seizoen is nog altijd niet gedaan, maar het scheelt toch zoveel niet meer. Iedereen maakt zich daar uit de voeten. Dat wil zeggen dat de start wel heel nabij is. We zien daar uiterst links Francis Mouret, Bart Arnouts, dan zien we Niels Albert, Pauwels van Tornhout, Nijs Stibar, dat is de eerste rij. Zo herkennen we ze, lichten op groen en weg zijn ze uiterst rechts. Tom Meeuwse, die daar even kijkt van hoe zit ik hier, goed vooraan. Heel lange aanloopstrook, alleszins. En de spurt wordt nu volop ingezet. Nog allemaal goed op één rij, hoor. Nog voorlopig is het Van Tornhout die de beste papieren heeft. En inderdaad als eerste die bocht gaat nemen voor Nijs en Mouret. Een stofwolk gaat daar de hoogte in wanneer ze die bocht genomen hebben. Maar ze zijn er allemaal heel huids doorgeraakt. Met Van Tornhout, met Nijs, met Meeuwse, met Albert. Dat is de top 4 op dit ogenblik. Ik denk dat die er mee is. Van de belangrijkste mannen dan toch. Hè? Ja, ook Šimunek zien we daar in vijfde positie. Dit is een Šimunek parcours. Stibar die neemt daar even het alternatieve padje. Die zegt ik zit een beetje te ver. Ik kan best wat opschuiven. En opschuiven kan je hier. Er is daar één ideaal pad. Maar al bij al kan je nog goed rijden naast het, op het witte. Hè? Ja, maar dan moet je wel natuurlijk. Het is niet zonder risico natuurlijk. Je kan voorbij stijgen, maar zoals je zelf zegt, één padje en daarnaast wit ondergrond dat je niet kunt zien, die nog niet vrijgereden is en toch altijd opletten. Hier nog altijd Klaas van Tornhout. Kleine afscheiding, dan Nijs. Duik naar beneden en ze gaan hier nog meerdere duiken naar beneden moeten doen. Dit is nog maar de aanloop. En zo meteen gaan ze naar het centrum van het parcours, één grote heuvel, waar ze wel vier keer op en af rijden. En waar het meeste volk ook wel zal staan. Eén lang lint nog. We zien daar ook Ben Berde nog in het pak. Ben Berde die volgende week gaat koersen in Tokio zowaar. Een cyclocross. Zelfs de wegrenner die zich waagt om op het ijs te komen rijden. Op het ijs, toch gevaarlijk een ondergrond. Harde ondergrond zelfs voor te vallen. Voelt duidelijk beton. Het was Jelle Wallijs. Jelle Wallijs, inderdaad. De bronzen medaille van het BK op de weg. Misschien toch wel iemand die wel kan crossen. Want als je nu als wegrenner hier komt meerijden, dan moet je toch een klein beetje techniek en een beetje durf hebben. Want anders dan kan je beter thuis op de rollen rijden. Ja, moeilijk stukje hier. Een beetje technisch ook. Ligt er niet echt heel slecht bij. Omdat daar de steen ook wel weggereden is. Maar, zoals ik ook al zei, ze rijden eigenlijk het ijs uit de grond uit. Eigenlijk. Dus ze rijden dat stukje zand eraf. De grond is bevrozen en er komt eigenlijk een heel klein ijslaagje boven liggen op die kantjes. En dat maakt het gevaarlijk. Je blijft hem een voorwiel aanhangen of een achterwiel en je ligt op de grond voordat je het weet. Ja.
Hier zit wel in de achterste gelederen van het pak met Kenneth van Kompernolle. Heel slecht gestart. Heeft natuurlijk ook niet de ideale startpositie. En nog altijd Klaas van Tornuit met een metertje of 20 voorsprong op de kampioen van België, op Sven Nys. Ja, geen slechte poging van Klaas. Klaas zal ook wel in de voorbije categorie gezien hebben. Als je een demarrage plaatst en je pakt een meter of 50, 60 zoals nu. Het is niet gemakkelijk om 50, 60 meter op één ronde dicht te rijden. En misschien hoopt hij wel dat ze hem gaan laten rijden, maar daar zit de verkeerde op de tweede plek. Hè. Ja, en Sven Nys die rijdt voor één ding, zeker en vast. Dat is voor dat eindklassement van die superprestige. Maar hij zal toch moeten bikkelen tot het einde van de wedstrijd in Middelkerken volgende week. Ik denk dat we daar wel mogen van uitgaan natuurlijk. Of er moeten echt vandaag heel rare dingen gebeuren. En dan bedoel ik Nys die misschien aan de leiding komt door een valpartij van iemand anders. En Pauwels die dan misschien 5-6 plaatsen verliert door die valpartij. En ja, en je weet ook, klassement, 1 plaats is een punt. 5-6 plaatsen, dan is de voorsprong verdubbeld, maar zover zijn we nog niet. Maar dat zou een scenario kunnen zijn natuurlijk. Ja, en je ziet hier al hoe groot het verschil is in afstand tussen de kop van de koers en het einde van de koers. Ja, het is eigenlijk één lint, maar eigenlijk zijn ze alle vol verloren eigenlijk als je daar in de 15e positie zit. Hè. Je zou zeggen, het is nog speelbaar, maar we hebben dat in die andere categorieën wel gezien, maar dat zijn natuurlijk niet de profs natuurlijk. Dat is nog iets anders. Ik wou juist zeggen, bij de beloften was het opvallend dat Wietse Bosmans en Laurens Week waren allebei echt wel niet goed gestart hebben. Zeker zijn pas voorbij half koers teruggekomen tot bij de kop. En uiteindelijk won dan een van die mannen, Laurens Week. Ja, dat zou vandaag ook wel kunnen hier, maar ik weet niet. De profs rijden toch wel nog iets sneller. Hè. En dan moet je echt al een topper zijn om dat te kunnen. Hè. En dan spreken we natuurlijk van de grote vier. Hè. Nys heeft zich nu laten passeren door Tom Heusen. Ja, ik kan ook alles te maken hebben met de bandenkeuze. Of toch de druk in de banden. Want ik denk dat iedereen wel met dezelfde banden rijdt. Met de normale griffo's. Maar zoals we al gehoord hebben ook in de interviews. Met hoeveel bar moet je rijden? 1,8, 2,1, 1,7. Te hard rijden, dan gaat onderuit. Te stil rijden, dan gaat het plat rijden. Want we hebben al gezegd, hier zijn heel veel putjes van de paarden. Of van de paarden die gelopen hebben. Dat is ieder slagveld precies. En dat knetst hier en dat bottert hier. En die wielen die zien hier af, dat is ongelooflijk. En dan moet je geluk hebben. En Klaas, bijgehaald door Tom Heusen. De winnaar van Lille gisteren pas zijn eerste overwinning van het seizoen behaald. En Klaas van Tornhout die is nu altijd op zoek naar zijn eerste overwinning van het jaar. Vorig jaar heeft dat ook heel lang geduurd. Toen won hij pas in Middelkerken. Dus het zijn renners die nog wat moeten goedmaken en daar dan alles aan doen. Die laatste weekends, die tellen ook mee. En Meusen naar de kop nu. Ja, Meusen die zit nog... Hij zegt wel, ik heb zeer benen, maar hij heeft zijn knopje uitgezet, laat ik hem zeggen. Ja, die heeft gewoon, ik zal niet zeggen, the love of the mood. Je kan dat gewoon weg oversneren. Voor hem zijn dat geen risico's nemen eigenlijk. Wat dat voor andere renners al ongelooflijk is. Ja, kijk naar Rob Peters bijvoorbeeld. Koud heeft hij. Dat is ook het probleem hier, de kou. Hè. Gisteren ook, vandaag, je kunt je eigenlijk niet verwarmen. Hè. Je mag nog een inspanning leveren tot en met. Je kunt je gewoon niet warm houden. Hè. Snel fietsen, dat lijkt me nog de beste, ja, maar beste dat je kan doen. Bij min 7 en dan nog wat wind maken, dan wordt er op min 10 gevoel en dan is dat niet veel om te verwarmen. Zeg. En ik zag daar nu in de achtergrond dat Niels Albert daar begint te jagen nu. Hij heeft gezien dat het niet van Sven Nys gaat komen zo meteen. Sven Nys die laat begaan nu, we hebben al gezien in meerdere wedstrijden dit jaar. Het eerste deel van de wedstrijd is helemaal geen Sven Nys gedeelte. Maar in deel 2 van de koers komt hij onder stoom. En dat in dubbele portie. Ja, maar het is wel een Sven Nys ondergrond een klein beetje toch wel. Een beetje schuiven, een beetje risico's nemen links en rechts. Ja, ik moet nog even afwachten. Maar zijn nog allemaal goed samen. Ja, ik was ook aan het kijken waar de Arnoud zat. Barsen, want die staat ook vierde in het klassement. Ja, die gaat dus er zeker voor. Gisteren heel slecht gereden, Bart Arnouds. Ja, ja. Maar, ik weet ook niet wat er gebeurd was gisteren, maar is het ook de ondergrond? Want zoals we zeggen, deze is echt wel iets speciaals. Op sneeuw en ijs durven rijden, dat is...
Hij had last van zijn rug, Bart Aarnouts, gisteren. Van de vele schokken die hij kreeg ook. Ja. En ja, heeft zich nog wel laten manipuleren gisteravond. In de hoop dat het vandaag beter zou zijn. En wij hopen dat voor Bart Aarnouts ook. Want zoals gezegd, vierde in de tussenstand om de superprestige. Dat gaat om veel geld ook. En dat laat je niet zo naar schieten natuurlijk. En hij rijdt ook al korter bij huis dan gisteren. Hè. Ja. En Chris, wat zie jij in het veld? Wel, ik heb gezien dat Sven Nys moeten wisselen is en daardoor toch een aantal plaatsen verloren heeft. Een viertal, vijftal plaatsen achter. En Tom Eves, dat is toch al een mooie voorsprong hoor. Dat was toch al 7, 8 seconden, telde ik. Ja, zoals we zeiden, waarschijnlijk de tube toch, hè. Maar ja... hoe moet ik het zeggen? Het probleem met Nys is al dikwijls gebleken. Hè. Hij heeft nog een keer de tube gekozen over het laatst, nu weer. Ik weet het niet, misschien was hij wel lek. Dat kan ook zijn. Chris? Jan Verstraeten, kan je ons uitleggen waarom is Sven Nys binnengegaan? Sven is overgeschakeld van het gladde profiel naar het griffo profiel. Dus waarschijnlijk toch iets te weinig grip op die gladde tube. Oké, bedankt. Ja, en dan moet je dat toch maar snel kunnen zeggen aan die mechaniciens dat ze die willen. Ja, maar die staan er wel mee klaar, denk ik. Ik denk dat die mannen wel de afspraak maken in de camper van... jongens, ik ga starten met die tube. Maar als je ziet, of ik doe één teken... dat kan één of wat zijn, vieren omhoog of een keer knikken of dit of dat. Dan wisselen die mannen automatisch of dan hebben die een fiets klaarstaan met die griffers, zullen we zeggen. Maar eerlijk gezegd begrijp ik niet goed dat Sven... met die slicks vertrokken is hier. Ik heb daar bijna niemand meer zien rijden, dus zelfs niemand hier, denk ik. Ja, dan is het toch wel... Het is toch een risico, hè. Want het blijft glad liggen, hè, hier en daar. Nu, ik heb jou eens wereldkampioen zien worden bij de juniores op slicks. Ja, maar toen... En hadden... toen was het nog gladder. Ja, maar toen hadden we niet de keuze van deze tube. Toen rijden we ook met 25 breed, dus dat waren eigenlijk... iets breder als een gewone wegtube eigenlijk. Omdat er geen Dugasten en geen brede tube... Dat bestond gewoon niet toen. En nu weet je ook, Filip, dan moet je op een ijsplek rijden... met toppetjes op van een centimeter of met een slik. Dat, heeft niet, als, dat is zo glad, dat maakt geen verschil. Dus in Tsjechoslowakije toen wordt het gewoon spiegelglad bijna. En ja, ik heb toen gewoon met sliks gereden en ook niet te hard. Ook de eerste keer in mijn leven toen dat ik iets... dat ik lucht uit mijn band durf doen. Want vroeger was het gewoon van, kom maar jongens, 4 kilo erin... En pompen, hè, en rijden. Nu is dat totaal helemaal veranderd. Hè. Ja, het is mooi eigenlijk hoe dat het Formule 1 aan het worden is. Ja, u zal, zullen we maar zeggen. Hè. Het is al enkele jaren zo bezig. Hè. Het is high-tech materiaal geworden. Hè. Nu, als je ziet die elektronica daarbij. Ook Albert wordt verleden week wereldkampioen. Hup, daar staat een nieuwe fiets klaar, een witte. Was vroeger allemaal ondenkbaar. Nu wordt daar ongelooflijk op ingespeeld. Marketing en zo verder. En ja, het leeft gewoon. Hè. Ja, het heeft ook wel gevaar natuurlijk. We hebben dat gisteren bij Sven Nys gezien. Die zonder dat hij het wist, was hij plots zijn voordrailleur geschakeld van het grote naar het kleine blad. En hij ging de spurt in en was zich daar echt niet van bewust dat hij niet meer kon schakelen. Weg, overwinning. Chris? Ja, en Kevin Powels, die passeert hier in de materiaalpost en die maakt er toch werk van die achtervolging. Nys zit daar toch al een kleine 6, 7 seconden achter. Goed, we gaan ze dus laten passeren. Meusen en Van Tornhout. Dan hebben we hier, is hij dan? Kevin Powels echt aan het jagen. Stibar in zijn bonkende stijl, vierde positie. Ze komen allebei dichter. Ze gaan hier de laatste rechte lijn in. Einde van die eerste ronde. Ja, en Meester voelt ook aan dat Klaas niet wil meewerken omdat Pauls natuurlijk ook komst is. En die weten natuurlijk ook dat Nys gewisseld heeft en dat Nys heel ver zit. Ver en niet ver op papier natuurlijk, maar als deze drie kunnen samentroepen en één ronde of twee ronden nog eens extra doortrekken, ja. Ja, hier nu Van Tornhout met Simunek, met Aarnouts, met Jim Aarnouts, met Nys en met Dieter Van Tornhout. En dan passeert ook nog Bart Aarnouts. En hier dan een groepje, nu pas met Niels Albert en de schut van Ney. Met Tanamarca, de Zwitserse kampioen in zijn wiel. Albert zal toch niet de beste dag hebben. Hè? En dat op zijn verjaardag. Ja, hij zal de bloemen moeten gaan kopen, denk ik. Ja, maar
Het is nog zover. Ja, we hebben nog maar twee rondjes gereden. Dus het kan wel, nog alle kanten uit. Ik zie hier intussen aan de streep komt Patrick Gaudy voorbij met zijn fietsketting in een spaghettiknoop. Dus ja, hij kan het wel vergeten. Hier is hij dus. Kijk eens, zijn ketting is helemaal in zijn is gebroken. Ja, het materiaal zit ook hard af. Hè. Het is min 6, min 7. Gisteren was het min 10, min 12. Alles wordt een klein beetje brozer, zullen we zeggen. De kettingen ook natuurlijk. De mechaniekers moeten ook alles ijsvrij kunnen houden, dus ze gaan ook een beetje anti-shell gaan gebruiken, speciaal producten om alles te laten en blijven functioneren en schakelen. Ja, het zijn geen gemakkelijke tijden voor de mechaniciens ook niet. Hè? En ja, kijk eens naar je rondetijden, Mark. 30, hè? Dat is niet slecht voor een cyclocrossje. Hè? Dat is hoe met de fiets kunnen rijden op de Macadam, ja. Als toerist dan. Ja, en dan zie ik hier nu aan de streep Jelle Walais voorbij komen. Die komt nog niet zoveel later dan die eerste renners voorbij, hoor. Dus die zal al een goede conditie hebben om het wegseizoen in te gaan. Hier Stibar. In vierde positie is erbij gekomen. We hebben nu vier leiders. Van Tornhout, Meeuwse, Pauwels en Stibar. En daar is dan in vijfde positie Sven van Tornhout. Hemel en aarde aan het bewegen om terug te komen. Dat is niet voor zichzelf, dat is gewoon in dienst van zijn kopman Sven Nys. Opdracht nummer 1 bij Landbouwkrediet KDL is gewoon Sven Nys die eindzege in de superprestige bezorgen. Maar er is gevaar, want vooraan zit dus Kevin Pauwels. En wanneer ze nu zouden moeten aankomen, de renners, wel, dan is Kevin Pauwels leider in de superprestige. Maar ja, we zitten nog maar in de derde ronde van de 10 af te leggen ronde dus. Ja. Het zijn eigenlijk twee duo's die tegen elkaar aan het reizen. Hè. Het is Klaas met Pauls en Sven van Tournet met Sven Nys die proberen terug te komen. Dus van voorliggen tempo zo hoog. En zij gaan in de achtergrond de tempo heel hoog moeten leggen. Of de vogels zijn weg. Maar Sven van Tournet is hier de kloof aan het dichten, hoor. Ja. Wat heeft hij? Goede benen. En ook Simunek, goede wedstrijd bezig. Simunek, eigenlijk een goede reeks van wedstrijden. Ik denk, hè, als je de laatste zowat 15 uitslagen van Simunek bijeenlegt, die mens is misschien maar 1 of 2 keer buiten de top 10 gefinished. Is heel constant en goed bezig. Maar ik denk dat Simunek van in het begin van het jaar al een redelijk goed jaar aan het rijden was. Hè. We mogen het niet vergeten, verleden jaar zijn vader verloren. Dus is een minder goed seizoen gereden, maar is er dan toch van doorgekomen, denk ik. En hij is daaraan bezig, zoals gezegd. Hè. Top 4 natuurlijk is heel moeilijk voor Simonek. Bij die 4 boei, maar net daarachter kan alles. Ja, en mocht hij eens wat minder vallen, dan zou hij zeker en vast nog hoger eindigen in de uitslagen. Dat is ook een probleem natuurlijk. Goed, en Sven van Tournhout is erbij gekomen. We hebben 5 leiders, maar ik denk dat Van Tournhout nog wel andere mensen heeft meegebracht. Wie hier niet aan de start gekomen is, is die ploegmaat van Nys en van Tournhout, Vincent Baastaans. Die heeft last van zijn knie. Gisteren een paar keer ten val gekomen in Lille. Ging dan de ochtend afwachten om te zien hoe het met zijn knie gesteld was. Wel, het was niet zo goed. En hij verkoos dan maar om niet te starten. Nochtans, dit is echt een Vincent Baastaans parcours. We vinden het doodjammer dat hij er niet bij is. Nou, hij zit een klein beetje in hetzelfde schuitje als Simonek. Hij valt ook regelmatig, hè, Vincent Baastaans. Ja, we hebben hem ook eens hier in Hoogstraat zwaar zien vallen. Ja. Nog in zijn laatste beloftejaar, geloof ik. In Baal ook nog, hè, dit jaar. In zijn eigen deur. Ook nog eens goed onderuit gegaan. Ja. En daar Meeuwse in de tang van twee renners van Sunweb Revor. Chris? Wel, ik sta bij de ploegleider van Sunweb Revor, Mario de Klerk. Mario, dit is het goede scenario voor jullie ploeg op dit moment. Hè? 3 man vooraan bezig. Ja, maar het is nog heel vroeg in de wedstrijd. Hè. Ik heb gezien dat Sven Nys eigenlijk veranderd is van bandenkeuze. Dus door die omstandigheden is hij iets of wat achteraan geraakt. Maar ik denk wel, ja, we zitten voor het moment in een goede positie. Maar Nys staat nog altijd 5 punten voor. Dus. Ik kan me niet voorstellen dat Mario de Klerk geen plannetje heeft uitgelegd aan Kevin Pauwels. Ja, een plannetje, je moet al goede benen hebben. Ik denk dat Kevin genoeg weet wat hij moet doen. Gewoon 5 punten inhalen op Sven Nys. Maar dat is niet gemakkelijk, want Sven Nys is ook niet de eerste en beste. Dat is juist. Mario de Klerk, bedankt. Ja, we zullen een beetje afwachten. Toch nog kijken, want ik heb de indruk dat Nys nog altijd naar het ritme aan het zoeken, of het goede ritme aan het zoeken is. Dat hem volgens mij nog altijd niet onder de knie heeft, hè, in deze wedstrijd.
Het is nog zoeken. Ja, maar we hebben hij is nog zo'n wedstrijden zien rijden. Ik denk nog aan het Belgisch kampioenschap bijvoorbeeld, waar hij toch ook twee ronden aan het zwemmen was. En dan was hij niet meer te houden. Goed, einde van de derde ronde. Met een groepje van, hoeveel man hebben we hier? Zes man zeker. Sven Nys is er alleszins bijgekomen. We krijgen een nieuwe wedstrijd. Hè, met Van Tournout, met Van Tornout, met Pauwels. Dan krijgen we Meus, Stibar, Nys. Ook Shimune komt aansluiten. En ook Dieter Van Tournout en Jim Arnouts. Die volgen op amper ja, 5 of 10 meter. De enige die we missen is deze wereldkampioen, Niels Albert. Met Arnouts, met Taramarka, maar dat gaat zo moeizaam. Slechte dag. Ik denk dat we dat niet ver moeten zoeken. Hè. Die jongen die verleden week wereldkampioen geworden is, die een heel moeilijke week achter de rug heeft, zullen we maar zeggen. Toch van Jut naar jaar, dan mag hij nog in Maldegem gaan koersen hebben. Dat fade zoomen die direct weg en... Dan komt er nog eens bij, zoals ik zei, min 7, min 8, die koude temperaturen, uw botten die zijn koud, die spieren zijn koud, die draaien niet gelijk het moet. Ja, en als je dan net iets minder zet, ja, dan zit je daar. Hè. Ja, er is nog niks verloren, want hier zijn ze natuurlijk terug met een man of 8, 9. Het kan hier weer wat stilvallen en dat geeft achtervolgers dan mogelijkheid, maar het was toch een serieuze kloof op Niels Albert. Nou, ik denk als Niels wil terugkomen, dan moeten ze echt hier wel de remmen gaan dichtnijpen. En ik denk niet dat ze dat hier gaan doen, omdat ze hier vooraan met twee duo's zitten. Dan spreek ik de twee Svennen en dan Klaas en Kevin, die voor een klassement in het rij zijn. Ja, dus, een trio zelfs, hè, want ja, Jim Arnouts hangt er ook aan. Ja, maar nu natuurlijk, Jim Arnouts heeft gisteren een redelijk goede wedstrijd gereden, toch in het begin. Maar ik denk als de mannen de gas opentrekken, dat het niveau van Jim toch wel iets te hoog gaat liggen. Hè. Ja. Dus laten we die nog even in de ijskast zetten. Hè. Ja, ik zag daar wel een Tsjechische vlag wapperen. Er zijn toch nog buitenlanders in de cross dus. Ja, minder en minder. Ja. Spijtig genoeg. Ik heb deze week in alle mogelijke kranten en tijdschriften serieuze en minder serieuze praat gelezen over remedies om het veldrijden te redden en dit en dat. Maar ik heb eigenlijk vooral veel zever gelezen. Ik denk dat we er weinig aan... Twee helpers op kop. Ai, relatief, twee helpers op kop. Altijd een beetje voorzichtig zijn, want Klaas kan ook wedstrijden winnen. En Chris Mannaerts. Maar ik sta bij Christophe Rothoff, die heeft net het tijdverschil doorgegeven. Dat is? 17 seconden. Dat is veel. Ja, dat is veel, maar ja, hij heeft nu vrije baan, hij rijdt aan de kop. Zal wel niet echt een superdag hebben, denk ik, maar het kan toch nog wel terugkomen. Hij zou het willen ook op zijn verjaardag. Ja, ik denk het wel. Hij was erg gemotiveerd voor de start. Hij heeft een nieuwe fiets, is in een verjaardag. Ik denk wel dat er van Pauls aan iets aan te maken, ja. Toch niet verloren? Nee, het is toch zeker niet verloren. Alles kan hier nog. Voilà, Mark Janssens, iets om over te reageren. Ja, alles kan altijd in de wedstrijd natuurlijk. Albert is niet dat hij buiten strijd ligt, hè. Maar als je ziet wat hier aan het gebeuren is, dus een man of 8, 9, dan zit er wel twee ploegmaten van Albert bij. Die gaan zeker op kop niet komen, maar ja, ze gaan ook niet wachten en hem terughalen, denk ik. Hè. We gaan hier alleszins een heel tactische wedstrijd krijgen, dat is nu al duidelijk. Eentje van Sunup, dan eentje van Landbouwkrediet, weer eentje van Sunup, weer eentje van Landbouwkrediet. En de rest die volgt van op de derde rij en zij gaan misschien wel met de buit gaan lopen als het erop aankomt. In eerste instantie is dat Tom Meeuwsen. Dat zit er deze wedstrijd heel dik in. Hè. En dat maakt natuurlijk direct een heel verschil. Hè. Ook vooraan, maar ook van Niels Albert natuurlijk. Hè. En dan kan je wel eens gelijk hebben dat Niels nog altijd niet uitgeteld is. Maar weer een foutje. Ja, dat scheelt hem meteen 20 meter. En ik was nog aan het denken van op deze plek eigenlijk weinig. Bij de jeugdcategorieën hebben we alleen bij de beloften zijn ze één keer hier hebben ze de boel hier afgesneden. Ik dacht toen nog van dat zou nog iets zijn voor Tom Meeuwsen om in de slotronde even link te spelen en handig. Ah, en bij de belofte was dat ook fataal geworden. Hè. Dan gaat er iedereen naar buitenkant en de wedstrijd was over. Ja. Eenmaal. Ik heb de renners dat ooit eens in Diegem weten doen ook. Zo'n hoek afsnijden. Oh, een toer naar tegen een paaltje.
Je ziet dus, het parcours ligt toch wel hier en daar redelijk gevaarlijk. Hè. Dus die kantjes worden eraan gereden. Ze gaan hun voorwiel er net naast komen. Ze schampen eraf. Voorwiel een klein beetje weg. Decor in. Of op de grond. En dat gaat de koers maken, denk ik. Hè, vandaag. Hier de achtervolger. Hoe ver zit hij, Niels Albert? We gaan dat straks eens chronometreren. Het is interessant om te volgen. En daar zat ook Partanoot bij, in derde positie. Ja, en ook dus de man met de BMC-trui, dat is Julien Tarmarca, de kampioen van Zwitserland. Is hij dan ploegmaat van Philippe Gilbert? Nee, want Tarmarca rijdt voor het BMC Offroad team. Ja, problemen voor Rob Peters hier. Moet zijn voorwiel eruit halen gewoon. Ja. Dat zijn geen extra motivaties. Hè, als je dat voor hebt en je durft dan al niet echt op sneeuw. Ja. En dat er nog bij. Ja, Chris. Ja, kleine info. Klaas van Tornhout die rijdt niet op kop de materiaalpost in. En Mario de Klerk zegt, roept hem toe. Rustig, niet overdrijven. Rob is ook tegen dat paals gegaan hè, met zijn voorwielen. Ja. Dus dat bochtje begint toch gladder worden. Hè. Dus daar kan misschien wel iets gebeuren. Omdat er ook direct nog een klein klimmetje achter zit. Dan moeten we in doorgaan voor de wedstrijd. Dat stukje. Goed, en daar ziet Niels Albertsen nu rijden. En hij ziet ze dichter dan hij ze daar net zag. We gaan eens zien, de chrono die loopt mee. Daarnet was het 17 seconden. En daar krijgen we dan inderdaad de achtervolgende groep nog altijd onder aanvoering. Ja, hij doet wel zijn best natuurlijk. Hè. Hij weet ook dat een wedstrijd nooit niet over is. Hè. Jim Arnouts heeft zich daar laten terugzakken. Allicht noodgedwongen. Zit nu hier in dat groepje van Niels Albert. Ja, ik denk dat hem of misschien ook iets voor gaat. Maar nu, Jim is niet de man. Hij is ook volgens mij niet de man die echt als echt doortrekken het tempo kan aanhouden van voor. Hè. Nee. 14 seconden nu, dat is... zoveel heeft hij er niet vanaf gehaald, Niels Albert. 3 secondjes. En nu is het Sven van Tournout die tempo de hoogte intrekt. En... Ja, en tempo was ook een beetje stilgevallen. Hè, want Tom Meese zit al terug in tweede positie. En het was hij die fout aan net maakte. Die trekt die 30 meter aan zijn broek gekregen. En nu al terug gedicht heeft. Dus dan is het ook logisch dat die mannen van achter de 3-4 seconden afgedaan hebben. Want dit is vooral controleren. Hè. Dus wedstrijd controleren, afwachten. Het is nog te vroeg. Zeker deze omloop om alleen al te gaan rijden. Ik denk dat moet echt wel Superman zijn. Ze. Om hier een kloof te pakken van 100 meter en die dan nog uit te bouwen ook. Hè. Ja, wie dat in theorie kan, is deze Niels Albert. Ja, maar misschien vandaag niet. Nee. En een twijfelachtige misschien bij mij. Maar hij heeft de mooiste wedstrijd gewonnen verleden week die er in het seizoen bestaat. En zijn seizoen is redelijk geslaagd. Dat zal wel zijn. Hij heeft nog 3 superprestigewedstrijden gewonnen. Hij mag zeker en vast niet klagen. Maar wanneer we de logica van de laatste jaren respecteren, dan zou Niels Albert vandaag moeten winnen. Het ene jaar wint Albert, het andere jaar Nijs, dan was het weer Albert, vorig jaar was het weer Nijs. Dus, maar ja, waar zijn statistieken voor? Ja, als je dan ziet, als Van der Poel verleden week wereldkampioen is, vandaag ook gewonnen bij de dames, Vos was er niet. Lars van der Aar is ook wereldkampioen, was 6e vandaag. Dus het zou ook wel eens kunnen dat Niels Albert ook vandaag niet wint. Of dat zitten dan ook bij kinderen. Ja. Dus dat zijn allemaal theorieën eigenlijk die op niet veel slagen, maar ja. Zo kunnen we oneindig bezig blijven. Hè. En ik zie toch ook dat Stibar toch ook een klein beetje een gatje aan het laten is met die twee mannen van BKCT. Dus. Stibar gisteren slechte benen, een goed resultaat. Misschien nu goede benen, slecht resultaat. Ja. Wie weet. Op zijn aangezicht valt alleszins weinig af te lezen. Hij schudt niet genoeg. Een goede Albert schudt heel veel, hè. Ja. Die gaat van links naar rechts en dat hebben we nog niet veel zien doen vandaag. En de groene mannen blijven op kop. Chris? Wel, dat moet sponsor natuurlijk plezieren. Luc Verceel, de grote baas van Landbouw Krediet. Hoe zenuwachtig was Sven Nys vandaag? Oh, ik denk dat het wel goed meeviel, want hij heeft gisteren een heel goede koers gereden. Dus is vol vertrouwen naar hier gekomen. En ik denk dat de naweeën van het wereldkampioenschap al ver achter de rug liggen.
Nu, de naweeën kunnen wat doorduren natuurlijk. Hè. Doorduren tenminste tot in Amerika. Wat denkt de sponsor eigenlijk als Sven Nys zegt van ik ga er misschien niet rijden, ik heb er niet veel zin in? Ja, Sven heeft zondagavond al gezegd. Ja, ik heb dat in de eerste opwelling gezegd. Wij respecteren wat Sven gaat doen, maar het is nog heel vroeg. Dus er gaat nog veel gebeuren volgend jaar. Als Sven een seizoen rijdt volgend jaar zoals hij dit jaar rijdt, dan zal hij zeker meedoen, denk ik. Oké, bedankt meneer Verseel. Ja, we hebben Stibar daarnet ook dat Forken is willen zien doen. Buitenkant gaan rijden, kijk. Hè. Ze zat daar ergens in zevende positie, vijfde, zesde. En dan gaat daar laatste napikken. Hè. Het is eigenlijk niet verstandig om rond te rijden. Gewoon een grote fout eigenlijk. Maar hij heeft geprobeerd en hij heeft nu wel gezien van dat klopt helemaal niet wat ik hier doe. Ja, dus beter dat je dat in dit stadium van de wedstrijd doet dan later. Maar hij zal ook gezien hebben dat... Tom Meerse daarnet sukkelde van de af, je moet nog het juiste schoeisel hebben. Hè? Ja, hij heeft waarschijnlijk ook gedaan van, oei, als ik hier als vijfde, zesde man omhoog moet klefferen, die tijd kan ik toch gemakkelijk terugpakken. Maar dan heeft hij die beelden van de belofte niet gezien, want daar lukte het ook niet. En eigenlijk had hij dat moeten weten, als volwaardige prof. Ja, bij de parcoursverkenning doe je zoiets ook, hè? Ja, en ook, dan kun je het eigenlijk moeilijk uitrekenen. Hè. Dan moet je echt al iemand meenemen en zeggen van loop, ga een keer binnenkant, ik ga een keer rondrijden. Maar ja, doet hij dan zijn best of doet hij niet zijn best? Op dat moment, ja, je moet het in koers zien. En ik heb het gevoel, ja, maar ik zie ook dat Niels Albert dichter en dichter aan het komen is, hoor. Niels Albert komt daar al om het hoekje, dat zijn geen 50 meter meer. Voilà, en nu zit Nys terug in voorlaatste positie, dus hij kan ook terug beginnen. Heel gegronde reden voor. Nu komen ze wel op de baan natuurlijk en daar gaat de boel even open gaan, een bolletje vormen en dan gaan ze terug opschuiven. Kijk, daar is Niels Albert. De kloof is bijna dicht. Dus dat wil zeggen dat er vooraan niet echt gereden wordt. Nee. Hij brengt dus een Zwitser en een Fransman mee. En daar kan Niels natuurlijk moed uitpikken. Hè. Zelfs misschien met een heel slecht gevoel in de benen. Hè. Als je ziet dat Stibar gisteren slechte benen had en nog meedeed voor de overwinning, dan kan Niels er ook moed uit putten. Hier met de volledige kopgroep in de rechte lijn. En we hebben nog vijf ronden te gaan. Vijf van de tien. We zijn half koers. En we krijgen hier een serieus pelotonnetje. Hè. 3, 4, 5, 6, 7, 8 man. Hup, en hier zijn ze dan al. Taramarka en Albert en Mouret. En dan is het een groter gat op de mannen van Rabobank hier. Bart Arnouts, Gerben de Knecht met Maizen, met Adams. Ja, ook Van Amerongen zit daar en Jim Arnouts. Geen Peters. Nee. Peters weg. Ja, inderdaad. Rob Peters die passeert hier zo net nog maar in de materiaalpost. Dat is op meer dan een minuut. Ik vermoed ergens tussen de 20ste en 25ste positie. Zand is geen ijs. Ja, en aan de streep zijn nu intussen voorbijgekomen ook Page en Gil. Gil die sukkelt met de pols. Was gisteren, heeft een heel goede koers gereden in Lille. Maar is dan gevallen en heeft problemen met om deftig te remmen. En met vele heuveltjes die hier ook vandaag in Hoogstraten op en af moet. Remmen is belangrijk. Je stuur goed vasthouden. En met polspijn is dat natuurlijk iets moeilijker. Ik stel voor dat we misschien even uitgaan voor onze boodschappenonderbreking. Dan zijn we snel terug. Tot zo. Ja, welkom. Het moet heel frustrerend zijn wanneer u gewoon bent naar dat kadertje te kijken en de koers verder te volgen. Onze diepste excuses. Een of ander technisch mankement heeft ervoor gezorgd dat u de koers niet kon volgen. Maar u heeft geluk. Ik heb wel kunnen volgen. En u heeft eigenlijk niks gemist. We zitten nog altijd met die uitgebreide kopgroep. Hier met Van Tornhout, met Van Tournhout, met Simunek, met Pauwels, met Stibar, Meuse, Nys, Dieter van Tournhout en Taramarka. En Albert hangt er weer eventjes niet meer aan. Nee, is moeten lossen. Taramarka heeft overgenomen. En is er eigenlijk op zich alleen en gereden zonder Niels. Dan gaan we eens even kijken. Ik zie daar toch een fiets komen. Ja, hij komt er toch wel bij. Even links blijven, cameraman. Even links blijven. Daar is hij. Ja, Niels Albert met Moere. Mij zijn red ook rond. Dus, het was Albert, niet vers dat nee, Albert zat, nee. Maar hij was er even wel alleen in gereden. Dus hij heeft even genoten van vier rondjes werk van Niels en dan... Dag Niels. Ja, dat is koers natuurlijk. Taramarkat is eigenlijk een aangenaam weerzien met die man. Hij was jaren geleden was een heel groot talent.
Heel groot talent. Zwitser won heel veel bij de junioren. Ze is ook nog Europees kampioen geworden. Ik denk in Vossum dat we dat nog hebben zien gebeuren. En, maar hij heeft dan resoluut voor een mountainbike gekozen. Hij is nog altijd een mountainbiker, hoor. Maar ja, even een zijsprong naar het veld rijden en dan op talent gewoon kampioen van Zwitserland worden. Dat is misschien niet zo moeilijk niet meer, want de grote namen daar, de goede periode in Zwitserland is allang voorbij natuurlijk. Heulen die stopt er nu ook mee. Die werd nog derde op dat kampioenschap in Zwitserland. Maar hoe oud is Heulen? 36. Dat is helemaal nog niet te oud om mee te kunnen in het veld rijden. Als ik zie dat gisteren Nico Eekhout bijna de rit won in Bessèges. Die mens is 41 jaar. Veel respect voor Nico Eekhout en andere renners van die leeftijd. Ik denk aan Jens Voogd bijvoorbeeld. 40 jaar ook. Ja, Van der Poel. Ja. In de cross kan je zeker ook lang meegaan. En dat is misschien iets dat een Stibar in zijn overwegingen meespeelt. Hij zegt van ja, ik kan beter nu op de weg proberen. Mislukt het, dan kom ik naar het veld. De omgekeerde beweging is veel moeilijker natuurlijk. Ja, ik geef toch direct Stibar daar een beetje commentaar bij. Een beetje, dat volg ik toch een klein beetje Groenendaal, zoals verleden week in de studio gezegd is. Je gaat wel weg uit het veld, je gaat naar de weg. Je gaat een jaar of drie misschien weg zijn, je komt terug. Het gaat toch niet zo eenvoudig zijn, ze. Om nu iets dat je gekund hebt, kun je nog altijd. Als je kunt crossen, dan kun je dat binnen 3 en 5 jaar nog. Maar Groenendaal haalde dat heel mooi aan. Lars Boom wordt ook geklopt op techniek, dus niet op de conditie. Oh, dat aan de binnenkant wat beetje gevring. Nu Lars Boom had een heel goede conditie, maar we hebben dan die crossen daar toch van gezien. Dat is achterna rijden, had er zich iets anders van voorgesteld en vooral techniek. Dat gaat elk jaar terug achteruit. Ik hoop niet bij Stibar, maar dat zou wel eens de toekomst ook kunnen zijn voor Stibar. Dat hij ook terug een jaar of twee nodig heeft om de techniek aan te scherpen in het veld. Ach ja, we zullen zien. Kijk eens naar die rondetijden. Er wordt zeker en vast niet trager gereden, maar heel constant zitten we rond die 5,52, 5,54 per ronde. Dat blijft nog altijd tussen de 30 en de 31 kilometer per uur. Doe het maar eens. Op zich is die snelheid niks, maar altijd draaien en niet trappen, keren, optrekken. Ja, en ook. Het parcours leent zich er ook niet toe om even 2 per uur rapper te gaan rijden. Hè. Je zit op de limieten, het is glad. Iedereen probeert zo hard mogelijk door een bocht te gaan. Nu de snelste ronde of een van de snelste gaat er nog wel aankomen. Hè. Als de koers hier gaat beginnen, als ze gaan rijden voor het resultaat, zullen we zeggen. Niet voor het klassement, maar het resultaat. En dat gaat dan voor de laatste ronde zijn. Ja, tot nu toe heel afwachtende koers. En Sven van Toornhout die hier uitstekend zijn job doet voor kopman Sven Nys. En Pauwels die zit daar in het wiel van Sven Nys al de hele tijd, heb ik nu gezien. Ja, moet ook, hè. Dat zijn de twee mannen die maar 5 punten op elkaar staan. Die mogen elkaar geen duimbreed lossen, hè. Nee, maar één van beiden moet wel iets proberen. En zeker vast Pauwels moet iets proberen, eerder dan Nys. Nys kan defensief rijden. Nys moet niet proberen in principe, hè. Dus hij heeft de voorsprong. Nys is misschien zelfs al blij dat hij daar zit. Hè. Ik weet niet hoe dat de benen van Nys zijn. Hè. Het is niet omdat hij daar in tweede stelling rijdt, dat hij superbenen heeft vandaag. Hè. Deze koers blijft redelijk gesloten. Je ziet direct met een man of 10, 12 nu al bij elkaar. De slechte Nys kan dat ook, hè, in principe. Maar als er beter punten gaan verdeeld worden, dan gaan we zien dat er goede benen heeft. Hè. Ja, en om te winnen, ik heb voor de start even met Sven Nys gebabbeld. Ik vroeg hem, Sven, weet jij hoeveel wedstrijden bij de elite je al gewonnen hebt in je leven? Och man, geen idee. Ik zeg, ja, als je hier vandaag wint, is het je 250ste A-cross die je wint. Dat is oei, veel. Hoe ga ik dat met mijn handen in de lucht moeten doen, zegt hij. En er is geen bordje klaargemaakt, zo. Nee. Ik denk dat in zijn omgeving ook niemand die tel heeft bijgehouden. En nog altijd Sven van Toornhout. Ja, ook hij zou een grote overwinning nog eens verdienen. Dat is lang geleden voor Sven van Toornhout dat hij nog eens veel won. Heeft 35 A-crossen gewonnen in zijn leven. Maar ik denk, als je de laatste 5 jaar bij elkaar telt, misschien 2 keer gewonnen in 5 jaar tijd. Dus dat was allemaal van toch al wel 6, 7, 8 jaar geleden. Zijn vele overwinningen. Ook nog een wereldbeker gewonnen. 2 superprestigewedstrijden gewonnen.
Maar dat is lang geleden. En als het van Sven van Toerenhout afhangt, komen die tijden terug. Ja, maar nu momenteel toch in dienst. Hè. Dus gisteren was het bijna prijs. Voor Sven van Toerenhout maakte dan een slipper. Oké, koers gedaan. Hij zit vandaag weer op kop. Heeft weer de goede benen. Ah, en nu gaat Meester rondrijden, ja. En dat gaat dan een probleem zijn bij Meester. Want Meester gaat daar dan nog twee plaatsen meer kwijt zijn. Ja, voilà. Geen goede move. Geen goede move, Tom. Dat had hij moeten weten. Maar hij maakte ook de fout met die slechte schoenen daarnet. Hè. Dus hij slipte ook. Op het parisje met lopen. Maar het is een moeilijke beklimming hoor. Het ligt daar echt wel slecht. Het is moeilijk om lopen. Ja, maar toch hè. Beter moeilijk om hoog lopen dan drie plaatsen kwijt zijn. Hè. En dat wil dus zeggen, terug achtervolgen. Ja. Terug sprintje doen om iemand voorbij te rijden. Allemaal krachten die je gaat kwijt zijn. Voor Tom Meeuwse. Tom Meeuwse die binnenkort van de kou naar de hitte kan, want hij is Peter van Velo Afrique. Een organisatie die geld verzamelt om een school te bouwen in Senegal. Ook vorig jaar heeft hij daar gereden. Een aantal Vlamingen gaan naar Gins mountainbike om op de mountainbike te rijden en geld in te zamelen. Ook Tom Meeuwse gaat mee begin maart. Dus na het crossseizoen meteen naar de Afrikaanse zon. En het was er warm, heb ik onthouden van heel het artikel. Ja. Voilà, het is aan Pauwels nu. Ja, Sven Nys kan het ook een beetje spelen. Hè, nu, hè. En Pauwels moet, want het is zoals gezegd is hij die 5 punten achter staat. En als Nys van Toerenhout nog eens gaat proberen te laten rijden zoals gisteren, dan moet je reageren. Nu, Mark, jij bent bijvoorbeeld Kevin Pauwels. Wat ga jij doen? Momenteel? Ik zou nog altijd even wachten. Zolang dat Sven van Toerenhout het tempo hoog houdt en er geen problemen zijn in de achtergrond. Dus mannen die echt gaan proberen voorbij te rijden. Dus tot het gevecht zal ik zeggen. Ik zou gewoon wachten voor de laatste ronde om eens te proberen. Want ik denk als je nu gaat aanvallen, dat het is te moeilijk om alleen te rijden op dit parcours. Dan moet je echt superman zijn. En dat is denk ik niemand die bij die groep hier, hè, die er echt bovenuit steekt. Ja. En dan is het meeschuiven gewoon en u niet laten wegdrummen. Wat dat Kevin niet zo graag heeft en doet, maar ja, dat is de koers. En Meeuwsen, hij komt terug naar voren geschoven. Als tweede daar de bocht om. Mijn onderuit, dacht ik. Nadat de bocht is genomen, op de aanvulling. Deze mannen komen ook terug wat dichter, met Thijs Almet, de Knecht, met Arnouds en met Yuri Adams. Zij komen dichter. Yuri Adams, man van de streek. We zitten hier in Minderhout. Wel, Yuri Adams woont hier in Minderhout. Ja, dat wil genoeg zeggen dat de koers nog altijd moet beginnen. Hè. We zijn 40 minuten weg en er is eigenlijk nog niets gebeurd. Nee, het is heel afwachtend dat er hier gereden wordt vandaag. Nu met Nys op kop. En dan kan misschien wel eens van Toerenhout een gat laten vallen. Dat zou wel eens de tactiek kunnen zijn. En Pauwels zit daar nu ook al achter Tom Meeuwse. Nys kijkt om, die heeft dat gezien. Ja, de vraag is alleen, waar kan hij het gaan doen? Maar ik heb wel een hele attente Tom Meeuwse ja, gezien. Ja, kijk, het is al aan het gebeuren. Het is al aan het gebeuren. Is wel, ja. Ja, ja. Van Toerenhout is de benen wat aan het stilhouden. Ja. Nu is Nys gas aan het geven. En daar zit Pauwels gevangen in vierde positie. 10 meter, kijk, daar gaat Meeuwse. Ze hebben het gezien. Ze zijn het beu dat hij van Toerenhout daar in de weg reed. Maar ja, van Toerenhout had het recht daarvoor natuurlijk. Ja, het zijn ploegmaat natuurlijk. Hè. Andersom zou net hetzelfde gebeurd zijn. Maar wel heel attent, zoals ik zei. Meeuwse direct erover. Pauwels ook direct mee. En nu gaan we een keer zien wie dat de beste chauffeur is. Hè. Ja, want hier is nu koers. Hier wordt nu gekoerst. Misschien nog niet de volledige cartouche die afgeschoten wordt. Maar toch wel eentje. Ja, een goede test is het al. Ja, ja, kijk eens. Er is doortrekken wat Sven Nys nu doet. Je gaat niet geen gatje laten vallen door van Toerenhout en dan de benen gaan stilhouden. Hè. Dat zou heel dom zijn. Dus dat is dan een cartouche dat er nu toch afgeschoten wordt. Zeker door Sven Nys ook. En ja, Meeuwse moet en Pauwels moet ook. Ja, Meeuwse even voet uit het klikpedaal. Terug in gang trekken. Dat kost toch ook weer een half secondje. En dat gaat vooral gevolgen geven in de achtergrond van die kopgroep. Dus die laatste mannen die er eigenlijk maar aangangen hebben, ja, die gaan nu weer al gelost zijn. En misschien nog wel eens terugkomen, maar
dat gaan we weer wel krachten. Ja. Meuse, Pauwels, van Toerenhout, de andere van Toerenhout en van Tornhout, alsjeblieft. En daar is dan Stibar bij, die gerost is. Dus hij is mee het slachtoffer daarvan. Alle ballen, takken, Kevin! Nou, dat is toch blijven gaan scheren. Maar moet ook, moet ook. Het, is in, het blijft indrukwekkend om Sven Nys bezig te zien. Hè. Dus eigenlijk wil Tom eerst het werk van Paulsen doen. Hè. Dus hij knapt nu eigenlijk het achtervolgingswerk op, terwijl eigenlijk Paulsen de achtervolging zou moeten gaan leiden. Hè. Ja, dan, ja, ik denk dat ze in het kamp Paulsen best blij mogen zijn op dit ogenblik. Maar ja, ze moeten eerst die Nys terughalen natuurlijk. Chris? Ik sta hier toch bij een nerveuze Jurgen Mettepenningen. Zelfs voor de superprestige na een WK kan nog altijd nerveus worden, hè, van zo'n wedstrijd. Maar ik denk het wel, superprestige is toch wel voor ons heel belangrijk ook. En, maar ik zie dat toch de aanval van Nys ingezet is nu. Dus het wordt volgens mij heel moeilijk. Maar je weet nooit. Wat is het plan? Proberen die sprint te winnen straks en hopen dat Nys niet te goed is in die sprint? Nee, het plan was het tot heel laat alles bijeen te houden en op de laatste ronde proberen te spelen. Maar goed, ik denk dat Nys wel gezien had wat het plan was van ons. En, het wordt moeilijk, denk ik. Het wordt toch een spannende laatste ronde, denk ik, hier in Hoogstraten. Ja, we vinden het best leuk. Het is de vierde keer dat we hier op dit domein zitten aan de Blauwe Bossen. En de afgelopen jaren hebben we al heel verschillende parcoursen gezien. En maar eigenlijk zelden nog maar een spannende wedstrijd hier. En vandaag is dit echt wel goed. Pauwels die nu langzaam maar zeker naar Sven Nys aan het rijden is. Hij strekt nog even door om hier boven te geraken. Het is ook nodig. Ook Pauwels moet dat doen. Hop, weer bergaf. Dan gaan ze nog eens naar omhoog. En zo is het hier constant. Het is echt intervalparcours. Ja, en op deze manier is het ook zo dat Pauwels ten oosten ook maar één puntje kan terugpakken op Sven Nys. Als daar geen andere gasten tussen gaan zitten, dan... maar ja, een punt is een punt. En als je dan op Middelkerk moet rijden, alles kan nog gebeuren, hè. Ja, we hebben het nogal zien gebeuren in het verleden, dat in de laatste manche de beslissing viel in die superprestige. Zoals ik heb meegemaakt. In Arne. Ja, van Pontoni zeker. Ja. Dus jij ging de superprestige winnen, maar... Nee, ik ging ze niet, erom niet winnen, maar ik stond aan de leiding tot de laatste wedstrijd en daar heb ik ze verloren, ja. Pech had. Ja, pech. Als Pontoni beter was. Ja, natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Geen problemen mee. Mm-hmm. Maar het kan dus, hè. Ja, het zou mooi op je visitekaartje gestaan hebben. Superprestige eindwinnaar. Ja, vier keer kampioen van België is ook niet slecht, hè. Dat is al een begin. En krijgen we dus een koproep van drie nu op dit moment. Drie man, Sven van Toorn, het heeft ook de rond moeten lossen door die versnelling van Nys. Het gaatje laten vallen en dan, ja. Maar het is nog niet verloren, hè, want als Sven nu gaat zien dat er twee man in het wiel gaat hangen en ziet dat Sven van Toorn het achteraan komen, dan weet ik niet of dat hij gaat doorrijden. Hè. Ja, en het zijn een beetje drie verschillende generaties. Iemand van 35, iemand van ongeveer 27 en iemand, hoe oud is Tom Meeuwse, 23. Ja, en van Toernout, die mag nu echt jagen, die mag proberen terug te komen op dit trio. Want hij kijkt om en dat is een groot gat hoor. Dat is een groot gat op Šimunek. Die zegt tegen zijn landgenoot Stibar, werk eens mee. Maar die doet het niet meteen. Van Tornhout hangt er nog aan. Dieter van Tornhout en Taramarka. En daar dan de andere achtervolgers die daarnet dichter aan het komen waren. Nog altijd hoor. Met Thijs Al en Marcel Maizen. Chris, zeg maar. Ja, terug naar dat duel natuurlijk tussen Pauwels en Nys. Dit is een ideale situatie. Hij kan nu maximum, in een heel slecht scenario, maximum 3 punten verliezen. Hè. Dan blijft hij aan de leiding. Inderdaad, voor het klassement is dat zo. Is dat een heel goede situatie. Voor de koers natuurlijk zou het tof zijn dat Sven terug, Sven van Toornhout erbij komt. En kunnen ze toch nog samen voor de overwinning gaan in deze wedstrijd ook, buiten het klassement. U hoort het, trouwens, de ploegleider van Landbouw Krediet. En ik wou net zeggen dat Paulus het gevaar gezien had. Dus Sven ging gewoon wachten op Van Toornhout. Paulus heeft dat gezien. Gaat naar de kop. En is zelfs een versnellende. En daar is Sven van Toornhout dus zeker niet laten terugkomen. Hè, want dat is terug hetzelfde spelletje. Zeg je dat. Nee, ik ga een tempo hoog houden. En ik kan zien wat er dan gaat gebeuren. Hè. Ja. En het is hoogrijden. Kijk, hij redt gewoon meterke voor meterke stilletjes weg. Clevere baasje. Nou ja, hij durft dat ook. Hè. Hij heeft ook de lef. Hij kan dat.
En een kloofje is een kloofje. En we hebben dat in het verleden nog gezien, dat, dat Pauwels gerust de koers in handen kan nemen. Hè, als hij echt wil en het moet, kan hij dat. Hè. Krijgen de mensen genoeg van Cross? Nee, het blijft maar duren. Hoewel de wielerliefhebber ook snakt naar het wegseizoen natuurlijk. Maar het wegseizoen voorlopig in Europa, het is toch nog maar bittere kou. Dat is nog geen alternatief voor het moment, denk ik. Nee, nee, in Bessège worden de ritten ook altijd maar ingekort. Vandaag was het weer de ochtendrit ook al opnieuw ingekort. De overwinning daar trouwens was voor de Fransman Stéphane Pouliez van de Sor Sojazun ploeg. Die heeft daar de ochtendrit gewonnen, want er is in de namiddag is er ook nog een tijdrit. Die is nu aan de gang in Bessège. Mocht u het begin van de uitzending gemist hebben, ik vertelde toen dat Tom Boonen gewonnen heeft. De eerste rit in de ronde van Qatar. En zijn ploegmaat, de Schot, Andy Fenn, die was de snelste in de Trofeo Palma. Chris? Ja, ik heb net Niels Albert zien passeren in de materiaalpost. Dat is toch al een hele tijd geleden dat we de eerste zagen passeren. Dus op 45, 50 seconden. En hij liet de 13e en de 14e positie rustig voorrijden. Wedstrijd gedaan. Ja. Ja, zoals we eigenlijk al aangekondigd hadden eigenlijk. Hè. Voilà. Dat is de ronde van Sven Nijsheger. Dus, ja, 32 per uur. Ja. Dus ja, dat is hetgeen dat we ook al heel de uitzending zeggen. De koers is gewoon niet begonnen geweest totdat het gaatje daar gevallen is met Sven Nijs. En voilà, een hele snelle ronde. En Paulus is nu ook wel een redelijk rappe ronde aan het rijden, denk ik. En de koers ligt bijna in zijn plooi. Nu vooral niet struikelen hier. Dat zal in die laatste ronde van vooral top, groot belang zijn. Kijk, hij heeft het weer. Hij heeft het weer. Ja. Ja. Dat zijn toch krachtjes eigenlijk, Tom. Hij heeft waarschijnlijk geen pinnen gestoken vooraan onder zijn schoenen. En dan, als je dan zo'n trappen kan op moet doen, en dat is eigenlijk gewoon ijs eigenlijk. Hè. Ja. Dus grond die gewoon zo hard bevrozen is, waardoor dat gras afgelopen is, dat is gewoon een ijsgedeelte eigenlijk. Ja. En als je dan geen pinnensteken hebt, dan heb je voor wat dat doen voor heeft. En dat is frustrerend, hè. Dat is meteen 30 meter achter. Ja. En mocht die maar wel eens goed, hè. In het heetst van de strijd momenteel, want we zitten in de voorlaatste ronde, dacht ik. Ja, ja, absoluut. En wanneer ze met deze drie naar de streep gaan, Beuwse is leep en is snel. Maar deze twee hebben ook al een paar keer zien spurten met elkaar dit jaar. En dat levert ook altijd pittige sprintjes op. Daar gaan we nog even over zwijgen. Ja. Maar het kan en het zou prachtig zijn natuurlijk. En het is een heel lange aankomststrook ook. Dus het is hier niet van de eerste draai. Het is ook al onmiddellijk gewonnen. Er zijn alle mogelijkheden nog open. Ik denk zelfs nog van een derde. En ik denk dat Tommeke nog wel gaat aanslaan. Hè. Tommeke, dat is zijn parcours. Voilà. Ja, ja, maar hij moet straks nog eens opnieuw naar dat bultje. Hè. En die andere rondrijden is geen optie voor hem. Nee, maar misschien dat Tom wel kan aansluiten en misschien zo verstandig is om eerst dat bultje op te lopen dan. Hè. En dan is er geen probleem, want dan moet de rest ook wachten. Ja, maar je moet er verdorie aan denken allemaal. Hè. Ja, maar daar zijn die mannen wel mee bezig. Hè. Ik weet, Filip, koersrijden is rekenen. Hè. Dat koppelen, dat is één rekenmachine van de start tot aan de aankomst. En dat is nadenken, rekenen. Waar ga ik zitten? Waar moet ik niet zitten? Kan ik daar zitten? Word ik nog voorbij gereden? Hoe zitten de kansen dat ik nog... Dat is ongelooflijk, dat koop ik. Ja, het is te hopen dat uw rekenmachine geen last heeft van de koude temperaturen dan. Goed, temporiseren. Voilà. Daar gaat hij proberen, ja. Kom ik. En Pauwels moet. En hij wacht. Laatste ronde. Tja, Pauwels moet. Pauwels moet evenzeer als Van Nijs moet. Als rijden voor de overwinning. Ja, maar dat is nu eigenlijk, moeten we zeggen, dat is het tactische dat eigenlijk dan nu begint. Hè. Van, als ik één seconde met een trapper langer stil hou, dan moet jij wel recht staan om te reageren. En reageerde jij niet, ja, dan moet ik het nog een seconde aan zien en dan moet ik het wel doen. En dat is ook koersrijden. Wie doet het dan wel binnen de seconde? Dat was Pauls. En als Pauls het niet had gedaan, ja, dan had Nijs het wel moeten doen natuurlijk. Maar dat is ook de koers. Dat is ook weer dat rekenen. Hè. Van, en het gokken hè, vooral. Hè. Ja. Laatste ronde, Nijs op kop, misschien de veiligste positie. Hè? Nu, want als hij onderuit gaat, gaat de rest meestal mee onderuit. En Kleider,
die wielen die zijn ook af, hè. Dat carbon. Ja, wanneer je langs de kant van de weg daar staat en je hoort die wielen gewoon... Dat is nog erger dan een tijdrit, ja. Met volle wielen. Hè. Dat maakt ook ongelooflijk veel lawaai, maar dit is nog wel een pak erger. En het is een hoog tempo dat Sven Nys hier nu oplegt. Het sprint is ingezet eigenlijk, hè. Ja, het is nogthans een, ja, het is een rondje van... Volle het is geen vijf minuten meer. 5.50 reden ze over die ronden. En alles zegt gevaar ook natuurlijk. Trek naar de tweede positie. Hopelijk een ronde laat het gisteren. Laatste ronde. Heel spannend. Ja. Het is hier nu wel zo. Een lange rechte lijn. Hier kan je het nog goed maken. Je hoeft hier niet per se als eerste die laatste bocht... Nee, in te gaan, in tegendeel zelfs misschien. Ja, als je met alle drie met goede benen zit, dan hoeft je niet op kop te zitten. Chris? Wel, ik sta nog even bij Danny de Bie. Kan het 2-2 worden voor Tom Meijsen? Het kan 2-2 worden natuurlijk, maar Tom moet oppassen op die voorlaatste helling. Daar maakt hij natuurlijk altijd een foutje. Ze zijn dan moeten proberen zeker aan de leiding te zitten. Wat zou je hem nu gaan toeroepen? Doe het dus maar, want ze zijn hier al in de materiaalpost. Zeker de laatste halve ronde aan de leiding fietsen. En in de spurt is hij de snelste, denk ik. Oké, okay, we zien ze nu hier passeren, Meijsen. Ja, en voorlopig nog altijd niks aan te doen aan Sven Nys. Die blijft dat tempo hoog opdrijven. Niemand komt voorlopig over hem. Dat is goed bekeken van Nys. Ik heb intussen eens naar de vlag gekeken aan de aankomstlijn. Het is een sprint, een lange sprint tegen de wind in. Ja, wind op. Dat is ook belangrijk, ja. Er waait toch wel een beetje wind. Gisteren was er geen wind. Nu toch wel ook belangrijk, zeker als je op kop wil beginnen. Maar ik had ook de indruk dat, het kan misschien een verkeerde indruk zijn, dat Tom toch voor het moment het meeste problemen heeft met het tempo. Hè. Dat zo hoog lag daarnet. Hè. Maar het kan ook een veiligheidsmarge zijn die hij inbouwt, hè, om niet op het wiel te zitten. Ja, hij heeft natuurlijk ook alles moeten geven om die kloof terug dicht te maken. En dan ja, die schijnaanval hier in de laatste rechte lijn. Op zich was het misschien niet nodig geweest, maar het kostte wel energie natuurlijk. Ja, maar het doet niks te verliezen. Hè. Ik denk dat Tom vooral nog op de euforie van gisteren rijdt. Hè. Ja, is ook een kat met verschillende levens. Ik zie hem nog wel in staat om hier iets te proberen. Hij moet het hier stilaan gaan doen. En gaan ze beter nog eens proberen. Dat ze wel echt naar de slagbank gaan zonder iets te proberen. Hè. Ja, want ze gaan er naartoe, hè, naar zijn heuveltje nu. En neemt misschien toch het risico om... Hij is aan het kijken. Hè. Kijk, ja, hè. Ja, ja. Kijk, hè. Hoe gaat hij dat? Ja, niet tegen dat achterwiel. Ja, ja. Voilà. Hij doet het hier. Waar kan ik door? Waar kan ik door? Hier kan ik door, zegt hij. Klaar gisteren. En hij maakt dan toch... Ja. Hoe kunnen we dat nu voorspellen? Maar hij doet het wel, hè. Het is, slim bekeken van Tom Meijsen. En wanneer hij hier wint vandaag, dan zeg ik... En hij is weg, hè. Chapeau. Hij is weg, hè. Man. Met zijn manoeuvreken. Ja. Want de anderen kunnen dan wel zeggen van ja, hij zet ons te voet. En nu is de vraag, gaat Nys dat gaat nu nog willen toerijden met Pauwels in dat wiel en dan met het risico van geklopt te worden door Pauwels in de sprint? Ja, maar Nys kan nu nog altijd door Pauwels geklopt worden in de sprint, hè? Oh ja, maar het is dat ik wil bedoelen, hè. Dat is toch een punt, hè? Ja, maar de kans zou kunnen bestaan inderdaad dat ze bij elkaar komen en Pauwels zou winnen en Nys derde. Ja, hetgeen ik bedoel is of dan Nys de krachten erin die steken om die kloof dicht te rijden en dan sowieso waarschijnlijk gaat geklopt zijn door Pauwels. Dus hij kan misschien nu ook zeggen van oké, ik hou mijn benen stil. Of ik spaar mijn krachten en ik ga proberen Pauwels gewoon te kloppen. Maar ja, voorlopig ziet het er zeer goed uit voor Tom Meijsen. Dit is zoals Laurens Weketijd bij de beloften. De laatste ronde, versnelling en op de goede moment, op de goede plek. Ja. Ja, ik denk dat Danny de Bie nog net op tijd heeft toegeroepen wat hij moest doen. Maar Tom Meijsen had het zelf ook al wel gezien natuurlijk. Hier nog die gevaarlijke afdaling. Opletten. Daar hangt alles vanaf. Dus hier die box beneden nog, maar Tom is weg. Ze zijn beneden. Tom is weg. Ja, hier is weinig hindernis nog. Nog die hobbelige weide moeten ze door richting laatste rechte lijn. Nys is bezig met de tweede plaats. Wat dat ook logisch is. Hè. Voilà, dat is niet meer doortrekken. En dat is opsparen. Zie dat je de goede versnelling staan hebt nu. Ja, daar zal hij zeker vast al mee bezig zijn. 2-2. Maar dit wordt de winnaar van de superprestigewedstrijd hier in Hoogstraat. Tom Meijsen. Wat een weekend wordt dit hier voor hem. Die gaat pas content zijn nu. Gisteren zeker, maar vandaag nog meer. Daar is hij, in de laatste rechte lijn. Geen Pauwels, geen Nys, maar Tom Meijsen. Dit is het weekend van Tom Meijsen. Hij heeft geen...
podium kunnen pakken op het wereldkampioenschap. Een val in die laatste ronde, maar hier maakt hij veel goed. En die spurt voor de tweede plaats. Die spurt voor de tweede plaats, die moeten we goed volgen. Pauwels. En het is Pauwels die tweede plaats pakt voor Sven Nys. Dus Pauwels komt... Een puntje komt. 1 punt dichter bij Nys. Volgt u op 4 punten. Ja, Middelkerken zal nog zeer belangrijk zijn. En hier dan de vierde plaats voor Sven van Toornhout. Lang geleden dat hij zo hoog geëindigd is in een superprestigewedstrijd. Vierde plaats dus van Toornhout. Vijfde wordt Simunek. Zesde van Toornhout. Zevende Stibar. En dan samen over de strijd. Dieter van Toornhout en Taramarka. En dan nog Thijs Al. Meijzen, Adams. Ja, Marcel Meijzen. Dat wordt dan, ik denk, de zowat 12e plaats of 11e plaats. Inderdaad, dat gaat ook in het klassement waarschijnlijk wel iets teweeg brengen, denk ik. Die gaat plekken verliezen, denk ik. Ja, Bart Arnoud stond vierde. Die, ja, maar vijfde stond Albert. En dan Van Toornhout stond zesde. En die had toch wel 11 punten achterstand op Bart Arnoud. Ja, dus dat is oké. Chris? Wel, ik wandel hier naar de interviewtent en ik kom hier de oma tegen. Oma Pauwels, Fintje Pauwels. Tevreden over de wedstrijd van je Kevin? Ja, bij mij heeft het heel goed gereden. Oh ja. Maar de eindoverwinning en de superprestige, kan dat nu nog altijd? Dat weet ik niet. Vier puntjes. Ik denk precies wel. Ik denk dat het heel dichtbij komt, denk ik. Het blijft spannend dus. Bedankt, Fintje Pauwels. Even onderweg naar de interviewtent. Een hijgende Chris Manaerts en een uitbollende Niels Albert. Twee kampioenen. Hier, nummer 1. Dit is niet zijn wedstrijd geworden. Op zijn verjaardag, hij had zich wellicht iets anders voorgesteld. Maar ja, het kan niet elke week prijs zijn. Vorige week was de opperste suprematie, opperste glorie in Kokseide. Hier Jim Arnoud. En we hoorden het daar Tom Meeuwse uitleggen aan Sven van Toornhout. Ik demareerde dus, ik had schrik dat jij ging terugkomen. Zoals jij ook zei, Mark. Ja, de mannen zijn de koers al aan het uitleggen. Ze zijn al de koersen daar verlopen, dat gebeurd is. Hè. Als je daar een camera moest bijzetten. Ja, hier Chanel, dan krijgen we daar ook nog een spurtje met Wubben en Ben Berden. En het is Wubben die het haalt. Oh. En wie ik niet meer heb zien binnenkomen is Moeren. Hier komt Rob Peters. Hier is Moeren. Nou, ah, daar is Moeren. Daar pas. Met zijn landgenoot Boulot. Ja, dit is geen goede dag voor de Fransen. Ça va? Non. Pas du tout. Het zal wel eerder iets zijn van putain, quel parcours. Of misschien iets van... In Bessijs is het ook niet veel beter als hier. Hè? Nee. Als we daar hadden gezeten op de weg. Dan zaten ze in de sneeuw. Voilà. Hier, hier is nog iets droger. Hier de zegevierende aankomst van de man van het weekend. Tom Meeuwse. 23 nog maar, hè? Niet te vergeten. Ja, Klaas Baksken, hè? Dat weten we al lang. Hè? En zeker vast ook een toekomstige wereldkampioen, zonder enige twijfel. Normaal gezien wel, maar dan kijk ik ook weer al terug naar Sven Nys. Sven Nys elk jaar kandidaat wereldkampioen en maar één keer bij de pro's dan. Dat kan iedereen overkomen, hè? Ja. Kijk die blijdschap. En hij begint intussen op jonge leeftijd al mooie wedstrijden te winnen. Heeft al eens een wereldbekerwedstrijd gewonnen in Kalmthout. Een superprestigewedstrijd vorig jaar in Gieten. Gisteren won hij in Lille en dan vandaag Hoogstraten. Dit is Vorselaar, dit is het podium en daar is dan de winnaar van de wedstrijd. De winnaar van het weekend, Tom Meeuwse. Hoogstraten, wat zei ik nu? Ja, krijgt daar de bloemen uit handen van Ilse Belmans, de ex-echtgenote van Wim Lambrechts. Die is hier trouwens ook de herdenkingsprijs, Wim Lambrechts. En bloemen en flessen
voor Nijs, Meeuwse en Pauwels. Dat is het podium. En we gaan een heel spannend iets tegemoet volgende week in Middelkerken. Het wordt trouwens een heel bijzondere dag om tv te kijken, want na afloop van de cross volgende week brengen we net als vorig jaar een slotshow, een slotgala met de prijsuitreiking en dergelijke meer vanuit het casino in Middelkerken. Daar nog even handjes schudden aan de sponsors, aan de burgemeester, aan de schepen van sport. En dan kunnen ze snel naar binnen, naar richting Krismanaars en richting warmte, zeker en vast. Eerst even de uitslag misschien overlopen. Dus Tom Meeuwse, winnaar voor Meeuwse, voor Pauwels en Nijs. Sven van Toerenhout pakte de vierde plaats voor Radomir Šimunek. Klaas van Toerenhout zesde. Stibar zevende. Taramarka achtste. Dieter van Toerenhout negende. En Thijs Alwas tiende. Op de 11e plaats hadden we dan Marcel Meijzen voor de mannen van de streek. Hier Juri Adams, Bart Arnouts dan, Gerben de Knecht en Marius Gil. Net geen superprestigepunten voor Jonathan Page. Ook niet voor Niels Albert. Die was al buiten strijd natuurlijk voor de superprestige. Dan Jim Arnouts, 18e, 19e van Amerongen en 20e Chanel. Dat is de top 20 van de wedstrijd hier in Hoogstraten. Daar gaat het om dit klassement natuurlijk. Hè. Nijs, Pauwels, 4 punten. Dat is het verschil. Stibar, dat kan in theorie nog wel. Maar moeilijk hè. Dus, en Bart Arnouts mag gelukkig zijn. Die blijft op zijn vierde plaats. Meeuwse doet een goede zaak. Die gaat van 7 naar 5. Dat is zo'n beetje de samenvatting. We zien Albert iets zakken. Wel eens uiteraard. Die gaat nog verder zakken natuurlijk.